Radboud Universiteit. Als een AI-psycholoog of een AI-arts een fout maakt, dan is het moeilijk om te zeggen wie vervolgens verantwoordelijk is voor die fout. Dit is Radboud Science Snacks, de korte wetenschapspodcast van de Radboud Universiteit, waarin wetenschappers praten over een klein onderdeel van hun vakgebied. Dit keer filosoof Lotte van Elteren over AI. AI is artificial intelligence. In Nederland zeggen we ook wel eens kunstmatige intelligentie. Dat wil zeggen, we willen eigenlijk een systeem bouwen wat op een intelligente manier kan reageren. Intelligentie is, als je het mij vraagt, nadenken over wat is de volgende stap? Wat is het volgende wat ik ga zeggen? Wat is het volgende wat ik ga doen? Mensen doen dat de hele dag door zonder dat je erover nadenkt. En als we een AI maken, dan is eigenlijk de bedoeling dat we een machine bouwen die dat ook kan. En die dan een logische volgende stap heeft bedacht. AI zie je eigenlijk iedere dag, de hele dag om je heen. Bijvoorbeeld heel bekend zijn de algoritmes die Facebook of Instagram gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld het systeem wat jouw navigatiesysteem gebruikt om een nieuwe route te berekenen als je een verkeerde straat neemt. Machine learning is eigenlijk de vorm van AI die we nu het meest bijvoorbeeld in het nieuws zien. En dat wil eigenlijk zeggen dat we een algoritme bouwen, een computersysteem, wat aan de hand van de data die we invoeren iets kan leren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een systeem wat tumoren kan ontdekken in foto's van bijvoorbeeld longen. Wat we gaan doen is we maken een systeem en daarin voeren we eigenlijk duizenden en duizenden foto's van longen in. En bijvoorbeeld we geven aan welke van die longen een tumor bevatten en welke niet. En als die computer vaak genoeg zo'n foto ziet, dan begint hij op een gegeven moment langzaam te herkennen wanneer er wel en wanneer er niet een tumor op zo'n foto is. Vervolgens, als dat klaar is en we geven een foto zonder te zeggen, zit hier een tumor op, dan kan het systeem daardoor benaderen of daar wel of niet een tumor in zit aan de hand van de data die hij eerder al heeft gekregen. Soms lijkt het dan of dit soort AI-systemen slimmer zijn dan mensen. Soms kunnen ze bijvoorbeeld beter dan mensen een tumor in een foto vinden. Beter dan een arts die daar jaren voor getraind heeft. Maak je alleen geen zorgen. Het wil alleen zeggen dat die AI goed is in precies dat herkennen. Zo'n AI wordt getraind op foto's van bijvoorbeeld longen. Maar als we het vervolgens een andere foto voorschotelen, dan weet hij niet wat hij daarmee aan moet. Ik denk dat we nu eigenlijk drie verschillende vormen van AI kunnen onderscheiden. Stap 1 is Artificial Narrow Intelligence wil zeggen, het is heel goed in één bepaalde taak. Bijvoorbeeld een schaakcomputer of een algoritme wat tumoren kan vinden in scans van longen. Dat is nu iets waar we veel AI's in maken. Dat werkt goed, het werkt commercieel heel goed. En dat is ook waar grote stappen worden gezet. De volgende stap, en daar zijn we eigenlijk nog niet aan beland, is artificial general intelligence. Dat wil zeggen, we maken een AI wat op alle vlakken net zo goed is als een mens. Er zijn mensen die zouden kunnen argumenteren van oké, ChatGPT is bijvoorbeeld een systeem wat in heel veel dingen goed is. Maar ChatGPT is best wel bedriegelijk in de zin van het lijkt alsof het in heel veel dingen heel erg goed is. Maar eigenlijk is het enige wat het kan doen is napraten van kennis die die al heeft. Dus er is een hele grote dataset aan kennis, die voeren we in. En ChatGPT stelt eigenlijk een antwoord samen wat het meest waarschijnlijke antwoord is op jouw vraag. Maar dat heeft verder niks met de werkelijkheid te maken. ChatGPT heeft geen begrip van wat voor antwoorden die geeft. Dan is er nog de derde vorm van intelligentie en dat is waar veel mensen misschien bang voor zijn en dat is artificial superintelligence. En dat is een AI wat de menselijke intelligentie bovenuit stijgt. Dus het is beter en slimmer dan mensen. Daar kennen we voorbeelden van vanuit bijvoorbeeld Ex Machina of Her. Dat zijn vormen van AI in science fiction films die op een gegeven moment slimmer zijn dan mensen en misschien ook wel bewustzijn krijgen. En dat gaat niet zo snel gebeuren. Er zijn nu al chatbot-psychologen, gratis, maar ook betaalde versies. En die worden steeds beter. Of in ieder geval, ze worden beter in het nadoen van een menselijke reactie. En
daar zijn ook risico's aan. In de medische wereld hebben we hele goede manieren om mensen verantwoordelijk te houden voor hun fouten. Er is een tuchtcommissie voor een arts bijvoorbeeld. En met een AI is dat lastig. Als een AI-psycholoog of een AI-arts een fout maakt, dan is het moeilijk om te zeggen wie vervolgens verantwoordelijk is voor die fout. Kun je bijvoorbeeld een programmeur verantwoordelijk stellen voor de fout van een AI? Ik zie risico's in AI wanneer AI's op zo'n manier worden gemaakt dat er niet wordt nagedacht over de maatschappelijke gevolgen. Bijvoorbeeld, wie raakt er een baan kwijt? Wat zijn de gevolgen van een fout? Wie kunnen we verantwoordelijk houden voor een fout? Daar zie ik veel dingen misgaan. Ik zie ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld AI's die zwaar werk kunnen overnemen in de zorg. Bijvoorbeeld schoonmaakwerk of administratief werk. Veel mensen in de zorg zeggen dat ze weinig tijd hebben om persoonlijk contact te hebben met patiënten. En in plaats van een AI te bouwen wat dat soort sociale taken kan overnemen van een zorgmedewerker, zie ik juist mogelijkheden in het maken van een AI wat de taken kan overnemen, zodat de zorgmedewerker juist meer tijd heeft om met de patiënt door te brengen en betere zorg kan leveren. Ik zie bijvoorbeeld ook een mogelijkheid in het maken van AI's of robotica die kunnen helpen met werk wat we eigenlijk onmenselijk vinden. Werk in lage lonenlanden, in fabrieken, mijnwerk. Als we daar nou AI's voor konden inzetten, zodat mensen die gevaarlijk werk doen, dat kunnen overlaten aan machines. Een van de risico's van een bias in AI is dat bepaalde bevolkingsgroepen bijvoorbeeld benadeeld worden door het gebruik van de AI. Er zijn bijvoorbeeld bekende AI-systemen voor gezichtsherkenning, waarbij mensen met een donkere huidskleur of vrouwen minder makkelijk herkend worden dan mannen of mensen met een lichte huidskleur. En dat geldt dus al helemaal als je het hebt over vrouwen met een donkere huidskleur. Die worden dubbel benadeeld door zo'n algoritme. En dat is het niet alleen, hè. Als je een AI-systeem hebt wat jou op een bepaalde manier klassificeert, dan beland je eigenlijk in een bepaald hokje en krijg je een bepaalde behandeling. Maar dat is niet het enige AI-systeem waar je aan onderhevig bent. Als je bijvoorbeeld daardoor minder toeslagen krijgt, dan beland je misschien ook in een ander groepje mensen met een lager inkomen, waardoor je door een ander AI-systeem, wat helemaal niks te maken had met het eerste, ook weer anders behandeld wordt. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar AI's die kunnen helpen bij politieke campagnevoering. Zogenaamde political micro-targeting. Dat wil zeggen, je kunt een profiel opbouwen met kennis. Die kun je gewoon inkopen. Jij en ik kunnen dat ook bij Google dan of bij een ander bedrijf. En daarmee bouw je een profiel op van iemand. En kun je zo iemands politieke voorkeur en de dingen die diegene belangrijk vindt, kun je benaderen. En vervolgens kun je een politieke advertentie opstellen die heel precies de punten eruit pakt die voor die persoon belangrijk zijn. En we weten inmiddels ook van bijvoorbeeld de campagne van Trump in 2016... Dat zo goed werkt dat we misschien zelfs kunnen stellen dat het manipulatief is. Dat je mensen door middel van zulke type advertenties anders kunt laten stemmen dan dat ze anders zouden doen. Dat is iets wat bijvoorbeeld in Italië op het moment rondom campagnetijd ook verboden is. In Nederland nog niet. Maar dat is zeker iets waar ik me mee bezighoud en waar ik me druk over maak.